Nou, dit is eigenlijk wel iets wat overal in het synchroon zwembroek werd. Dit is net mijn idee, dit is gewoon algemeen werd dit gebroekt. Ja, het is voor de zwemsters. Zij jaren dit ding heel goed onder water en het communiceert gewoon heel makkelijk. Wat eigenlijk heel goed ging, was het eerste stuk. En het stuntje was heel goed en de rij was echt super goed. En toen kwam die beenbeweging, die ging ook goed. En daarna werd het wat minder. Je bent hier in Oosterwolde bij ZCNF 34 en bij de afdeling synchroon zwemmen. Bij de op sneeuw en snijden doen we mij aan het NK. Oké, deze gaan we nog even oefenen. Wij trainen heel soort op dat het geliekt, het synchroon. En wij trainen heel erg op dat de famkes zichzelf goed presenteren, dat ze lightje en dat het er mooi uitshot. Waarom oefen je hiermee op het droege? Dan kennen we het wat beter zien. Het is wat makkelijker om het op deze manier goed gelikt te krijgen. En in het wedstrijd heb je toch iets meer afstand bij de zwemmers. En zo gaat het gewoon een stuk makkelijker. Oké, komt ie! Muziek. En bij het NK zwemmen we een technische kuur en een vrije kuur. En wat we doen, we zwemmen dus op muziek. En dan, om boven wetten te blowen, dan doen we maar je zwam een beweging, zodat maar je voeten met het wetten komen. Hoe lastig is dit? Want het ziet er ingewikkeld uit. Ja, het is op zich best wel lastig, maar het is wel oefenbaar. Dus hoe vaker het doet, hoe beter het is. Het is echt heel zwaar, ja. Maar ik vind het echt het leukste sport die er is. Ja, mee eens. Ja. Het is ook vooral conditioneel, maar je hebt ook gewoon het gevoel met de muziek. Als je dat niet hebt, dan is dit ook een moeilijke sport. En dan vraag ik me, hoe kun je hem onder water die muziek jaren? Er is een onderwaterluidspreker. En dat is eigenlijk net zo duidelijk als boven water. Ja. Je ziet hier een hele vette jump tussen, hè? Ja. Waar bepaalt dan water onder loft mooi? Ik ga eigenlijk altijd door de lucht. En dat is simpelweg omdat ik de kleinste ben. En de lichtste, dus dat gaat het makkelijkst. Is dat ik lekker? Ja, dat is best wel leuk, ja. Ja. Kom het weekend is het Safir. Zet hem op en heel veel succes. Ja, heel erg bedankt. Dankjewel. Nou, vorig jaar zijn we 7e geworden. Dus we willen graag proberen om dit jaar 6e te worden. Ja. Nou, wij mogen even bij de training wijzen, maar ik ben wel onder de indruk. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Ja. Leuk om te hebben. Ja. Dus zet hem op. Dankjewel. Ja,